Hey Martijn hier, en vandaag een tip voor je om het typen op je iPhone nog wat makkelijker te maken, namelijk door niet te typen. Soms is het gewoon fijner om tegen je iPhone te praten in plaats van te typen. Dit kun je doen met Siri en met dictatie. Een Siri kun je gebruiken om je iPhone vragen te stellen en opdrachten te geven, en dictatie om je iPhone te vertellen wat er getypt moet worden. Ik ben hier een e-mail aan het typen, maar eigenlijk heb ik helemaal geen zin om te typen. Dus ik tik hier naast de spatiebalk op het microfoontje en dan spreek ik mijn zin in. Hallo kinderen, komma. Hoe gaat het? Vraagteken. En dan zie je hier die zin dus verschijnen. Het werkt niet altijd perfect. Vooral niet als je meer in de microfoon voor je video praat dan tegen je iPhone. Dan zou het zomaar kunnen dat het eerste woord verdwijnt. Maar toch werkt het vrij goed en is het vaak een stuk sneller dan typen. Je merkt ook dat het handig is om leestekens specifiek te benoemen, omdat ze anders niet altijd ingevoegd worden. En nadat je klaar bent met spreken, tik je weer boven dat toetsenbordje om te voorkomen dat het door blijft gaan. En zo kun je dus hele e-mails typen zonder ook maar één letter aan te raken. Heb je iets gehad aan deze video? Vergeet dan niet om even op het duimpje omhoog te klikken en abonneer je om automatisch op de hoogte te blijven wanneer er nieuwe Apple-video's voor je zijn.